Ik ben Marlies Verhels, kinderboekenschrijfster. En elk jaar in de Kinderboekenweek bezoek ik ontzettend veel scholen en bibliotheken. En overweeg jij nou ook een schrijversbezoek, maar weet je niet precies wat je kunt verwachten? Nou, in deze video vertel ik je wat ik tijdens de Kinderboekenweek 2022 met kinderen ga doen. Uiteraard neem ik ontzettend veel boeken mee, want het is wel een kinderboekenweek. Ik vertel sowieso over het nieuwste theaterleesboek, Een bos vol confetti, theaterlezen over de natuur. Maar ook voor andere groepen pak ik er wel eens een boek bij waar ook de natuur een rol speelt. Bijvoorbeeld voor groep 3, Een held met een beer. Voor groep 4, Een tas vol geld. Voor groep 5, Gevaarlijk spel. Voor groep 6, Een vangst in de nacht. En voor groep 7, 8, Doorzetten, dat gaat over buitensport. Maar het meest vertel ik over het boek Een bos vol confetti. En ik neem uiteraard ook een zakje confetti mee. Maar wees gerust, de confetti blijft in het zakje. Dus de schoolleiding of de bibliothecarissen, die hoeven niet na afloop de bezem erbij te halen om al die confetti weg te vegen. Kijk, wat confetti is, dat weten we allemaal. Maar wat is nou herfstconfetti? Nou, dat vertel ik onder andere. En ik ga het ook hebben over hoe fascinerend wolken zijn. Het programma is heel interactief, want ik vertel echt niet heel de tijd. Ik ga ook met de kinderen aan de slag. We gaan een verhaal bedenken en de kinderen gaan dat verhaal schrijven. Ik geef aanzetten, maar niet te veel, zodat er nog wel fantasie genoeg overblijft voor de kinderen om het verhaal zelf af te maken. En in groep 3 en 4 is het een combinatie van misschien enkele letters of woorden of in groep 4 al een paar zinnetjes schrijven met tekenen. En vanaf de groep 5 gaan de kinderen echt een verhaal schrijven dat speelt in het bos. En in de kleutergroepen staan dieren centraal. Of het nou mijn prentenboek Feestmaal voor de Koning is of mijn nieuwe prentenboek van bigkikker tot neushoornvogel, het hangt even af of dat boek nog op tijd er is voor de Kinderboekenweek 2022. Maar hoe dan ook staan dieren centraal. En deze vriend, de neushoornvogel, gaat altijd mee op reis. Ook voor de kleuters is het een heel afwisselend, interactief programma. En dat half uurtje bij de kleuters zal omvliegen. Of ik nou bij jou in de klas kom of in de bibliotheek, ik wens je hoe dan ook een giga groene kinderboekenweek.